Wat is duurzaamheid en waarom is het zo belangrijk? Duurzaamheid is een containerbegrip, maar als ik het heel simpel uitleg, dan is het dat we met z'n allen, alle inwoners van Rotterdam, of eigenlijk liefst de hele, alle inwoners van Nederland en van de hele wereld, op een andere manier omgaan met de aarde. Dus dat we voor zorgvuldig ermee omgaan. Dat we klimaatverandering kunnen stoppen. En dat betekent dus al dat je heel simpel in je eigen leefomgeving kleine dingen kunt doen. Bijvoorbeeld geen vuil op straat, geen plastic gebruiken, geen verpakkingen bij de supermarkten zo min mogelijk meenemen. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat duurzaamheid is. Wat is de duurzame werkplaats? De duurzame werkplaats is een werkplaats in de buurt. Tussen de bewoners, want we willen vooral laten zien hoe we in de toekomst duurzaam kunnen wonen in de stad. En daar zijn al onze activiteiten op gericht. En wij hebben drie activiteiten, eigenlijk drie hoofdactiviteiten. Het eerste is Bikken bij Brie. Dat is vegan food voor een gezonde leefstijl. En een vegetarische leefstijl. Een vegan leefstijl, plantaardige leefstijl. En we hebben het ecospeelhuis. Daar kunnen kinderen leren spelen op een eco-vriendelijke manier. En we hebben de woonroom. En de woonroom, daar ervaar je hoe het wonen in de toekomst in de stad is. Jullie hebben het zelf net al, toen jullie binnen waren, gevoeld. Dat we hier infraroodpanelen hebben. En dat we geen gas gebruiken, heb ik net verteld. En daarmee kunnen we gewoon laten zien dat we gewoon op elektriciteit een heel oud pand, want dit pand komt uit 1900, best wel goed warm kunnen krijgen, dat het best wel aangenaam is. Jullie geven ook workshops. Wat voor workshops geven jullie? Die zijn we nog een beetje aan ontwikkelen, maar die kunnen gaan over hoe kan je nou je huis verduurzamen. Maar het kan ook zijn, hoe maak je nou bij het ecospeelhuis, hoe maak je nou duurzame eigen schoonmaakmiddelen. Maar het kan ook zijn, hoe kook je nou eigenlijk zonder gastoestel? Hoe ga je dan elektrisch koken? En dat kan, en dan ook nog vegan. Heeft u ook tips voor onze kijkers om duurzame dingen te doen? En begin bijvoorbeeld al met afval scheiden en geen spullen op straat gooien. Pak in plaats van de auto, pak de fiets. Geen vlees eten, of in ieder geval als je heel erg verkrikkerd aan vlees bent, probeer dan in ieder geval te minderen. In plaats van 6-7 dagen per week, doe het nog maar 2 dagen per week. Dat soort dingen.